Het is 22 mei en in de serie Vaderschap en Autisme beantwoord ik vandaag de vraag: wat vind je van de diagnose van je zoontje? En dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Horvers en ik neem je mee in de wereld van autisme of misschien wel in het leven zelf. Daar komen gedurende deze vlogs wel achter. Mocht je deze vlogs leuk vinden, klik dan even een duimpje omhoog. Een tijdje geleden al kreeg ik van een van mijn kijkers de vraag wat ik vond van de diagnose autisme die mijn zoontje heeft gekregen. Die vraag is best wel dubbel en ik heb hem ook al vaak beantwoord eigenlijk in mijn lezingen. Want daar vroegen ze mij ook vaak: wat vind je er nou van dat je op zo'n late leeftijd de diagnose autisme hebt gekregen? Ik heb altijd gezegd van ja, ik ben blij dat ik pas zo laat de diagnose autisme heb gekregen, omdat mij daardoor het hele circus van autisme bespaard is gebleven. Met autipaardrijden, autiknutselclubjes, sensorische integratietherapieën en profielen, psychiaters en al die dingen. En ga maar door, waardoor je eigenlijk de hele week bezig kunt zijn en nog de vraag is van: stimuleert het in je ontwikkeling? Anderzijds had ik natuurlijk veel liever eerder mijn diagnose gehad, omdat het heel veel ellende bespaard had. Dus het is heel erg tweeledig voor mij. Nu de vraag: wat vind je van de diagnose van je zoontje? Toen hij ongeveer een half jaar oud was, we liepen op dat moment door de stad en ik hoorde hem roepen: kip. En ik denk, nou, ik zie hier echt geen kip. En op dat moment vroeg ik aan hem: waar is de kip dan? En toen zag ik hem wijzen naar de kerktoren en daar stond een heel klein haantje bovenop. Want we waren er 500 meter vanaf. Ik dacht, dat is toch typisch in combinatie met zijn spelgedrag. Ik dacht nog even, zal dat dan misschien aan mezelf liggen? Dat ik hem op een bepaalde manier al spelend heb opgevoed. Dus een keer een speltherapeut mee laten kijken. Nee, dat doe je niet, maar we zien wel wat typisch. En toen kwam de brief van het kinderdagverblijf. We zien wel wat zorgelijke dingen in de ontwikkeling. En we zien met name hoe hij met andere kindjes omgaat, dat hij het niet altijd weet. Dat was voor mij een dubbel signaal. Zo rond zijn tweede jaar. Voor mij waren het de teksten die je eigenlijk leest in zo'n boekje over autisme. Toen dacht ik, hé, er moet iets gebeuren. Toen zijn we eigenlijk eerst gaan onderzoeken wat de taalontwikkeling was. Je naar een speciaal centrum, dat heet Pento. Daar kwam eigenlijk uit van: taalontwikkeling gaat goed, vooral na het knippen van de amandelen. Hij is heel intelligent en ook intellectueel eigenlijk uitgedaagd moest worden. Met name tijdens de opdracht, advies was eigenlijk dat we doorverwezen werden naar een soort kindcentrum, die dan toch wat meer gingen kijken naar zijn ontwikkeling. En toen ik daar wat meer over ging zoeken, over het kindcentrum, kwam ik er al gauw achter dat kindcentrum onderdeel was van karakter. En gingen bij mij toch wel alarmbellen rinkelen. Ik had daar wat moeite mee, gezien de dingen die ik heb gezien van karakter. Uiteindelijk hebben we toch een afspraak gemaakt bij karakter. Daar heeft hij zijn diagnose gehad. Dat is wel grappig, ik geef les op de Radboud Universiteit. Een van die psychologen die ik les heb gegeven, die gaf hem zijn diagnose. Dat was ook weer typisch, want die zei wel de hele tijd: uw kind heeft een autisme spectrumstoornis. Waardoor ik en mijn ex-vrouw gelijk eigenlijk zeiden van: ga niet schelden tegen mijn kind. Maar daar heeft hij dus een diagnose gehad. We hebben er uiteindelijk voor gekozen om niet verder te gaan met de behandeling bij karakter, omdat die veelal gebaseerd is op het PRT-principe. PRT is weer geïnspireerd op ABA. En ABA is, zeg maar kort gezegd, gewoon een hondentraining voor kinderen. Ja, je bereikt er misschien wel goede resultaten mee, maar niet elk goed resultaat betekent ontwikkeling. We hebben nu voor gekozen om dat samen met een thuisbegeleider te doen die heel erg met ons meedenkt. En toch binnenkort een sensorisch profiel te laten maken. Heb ik me dan wel van laten overtuigen. Heel lang antwoord over wat vind ik van de diagnose van mijn zoontje. Ik had gehoopt dat hem de ellende bespaard was gebleven tot aan zijn 18e. En ik hoop dat wij hem als ouders kunnen stimuleren in zijn ontwikkeling. En niet dat we hem een of andere modelrobot maken die precies in de maat loopt. Ik hoop dat je vraag een beetje zo beantwoord is. Dankjewel voor je vraag. Mocht jij nou ook een vraag hebben, laat hem gewoon onder deze vlog even achter. Druk even op het abonnementknopje mocht je meer van deze vlogs willen zien. Ik ga even wandelen.